President Desi Bouterse heeft in een interview met het Nationaal Informatieinstituut duidelijkheid gegeven over de lening bij het Oppenheimer Fonds. Hij gaf aan dat de zaak goed in elkaar zit. Wanneer gerenommeerde banken zich internationaal achter het project scharen, dan geloof ik niet dat we kunnen zeggen dat wij onverantwoord bezig zijn. We gaan ermee door, anders gaan heel wat projecten blijven zitten, zegt de president. Behalve dat heel wat projecten zullen blijven liggen, zullen de wetten die zijn aangenomen worden gestagneerd. De president reageerde in het interview op vragen over de lening bij Oppenheimer Fonds. Eerder deze maand heeft NPS-voorzitter Gregory Rusland forse kritiek geleverd op deze stap van de regering. Ook haalde de NPS-voorzitter aan dat de Afubakastuwdam als onderpand zou dienen voor de lening bij Oppenheimer. Dit werd door minister Gilmore Hoefdraad van Financiën ontkend. President Bouterse zegt tegenover het NII dat Hoefdraad de zaken reeds goed heeft uitgelegd. Het staatshoofd zegt wel oor te hebben voor kritiek, maar niet wanneer de critici niet weten waarover ze praten. Dan fiets ik door, aldus de president.